Welkom bij deze nieuwe podcast van Wendy Gillissen, regressie- en reïncarnatietherapeut. Vandaag wil ik het eens hebben over een idee wat ik al vaker heb zien circuleren op internet. En dat is het idee dat het je bezighouden met reïncarnatie en vorige levens en reïncarnatietherapie, dat eigenlijk een vlucht zou zijn, een vlucht voor het je bezighouden met wie je bent in tieren nu, oftewel een soort spirituele bypass. En ik heb er eens even over na zitten denken en toen dacht ik, wacht even, volgens mij zit het een beetje anders in elkaar. Waarom hebben wij überhaupt al die vorige levens? En wat is daar de diepere betekenis van? Hè? Wat is daar de zin van? Want in mijn opinie gebeurt niks in het universum voor niks. Het toeval bestaat niet en wij zijn wel met z'n allen zinvol bezig. En dat hele incarnatie gebeuren, reïncarnatie gebeuren, al die vorige levens die wij hebben als ziel, die hebben wel degelijk zin. Want wat is nou de bedoeling van de ziel om al die levens te hebben? Het opdoen van ervaring. En wijzer worden, groeien in kennis, wijsheid, liefde, compassie. En uiteindelijk is het een beweging, een soort cirkelbeweging, hè, van helemaal onbewust incarneren. Leren, goede ervaring opdoen. En uiteindelijk een bewuste medeschepper worden. Gelijk worden aan de bron, de schepper waar we vandaan komen. En hoe je die ook noemen wil, ik noem het dan het liefst gewoon de bron. En die hele reis die we maken, die prachtige, bijzondere en af en toe hartverscheurende reis door al die vorige levens. Die is dus zinvol, leidt tot groei en bewustwording. En als je denkt, nee, dat hele reïncarnatie gebeuren, dat is eigenlijk maar een vlucht uit de werkelijkheid. Hè? Dan wil je niet bezighouden met jezelf, of dan zit je vastgeketend aan het wiel van incarnatie. Moet ik altijd een beetje op lachen, want ik denk, we kiezen er zelf voor. Hè? Het is vrije wil en de ziel heeft vrije wil. Wij hebben vrije wil als delen van die multidimensionale ziel, die al die delen, die stralen als het ware van zichzelf uitzendt in al die diverse incarnaties. Dat gebeurt allemaal uit vrije wil. Kijk, en die incarnaties zijn niet allemaal even makkelijk, maar juist de wat moeilijker incarnaties, daar zit de meeste potentiële wijsheid in. Daar leren we nou juist het meeste van. En het is ook niet zo, dit moet ik ook altijd voor mijn gevoel uitleggen. Het is niet zo dat je als ziel als geheel incarneert, hè, in de stof. En dan van dit lichaam en dan naar dat lichaam en dan naar dat lichaam. Nee, die ziel bevindt zich op een laag van zijn. Dat is een laag waar tijd en ruimte helemaal niet tellen. Dat is een laag van waaruit die ziel totaal overzicht heeft over al die incarnaties. En alle ervaring die delen van ons, die vorige levens opdoen, worden weer gezellig deel van die multidimensionale, multigefacetteerde, prachtige ziel. En die hele reis is dus zinvol. Om dus te denken van reïncarnatie, vorige levens en je bezighouden met vorige levens, is eigenlijk een spirituele bypass. Dan denk ik, nee, volgens mij is het andersom. Denken of zeggen dat vorige levens en je daarmee bezighouden een spirituele bypass is juist een spirituele bypass. Want dan ga je dat hele stuk uitvlakken van al die lessen, al die levens, al die ervaring, al die wijsheid. Hele stuk vlakje uit, nee, moet je niet meer bezighouden, niet interessant, er is alleen maar nu. Er is ook alleen maar nu, maar in het nu kunnen wij nog obstakels hebben, problemen hebben, stukken onuitgewerkt trauma hebben van die vorige levens. En als je dat uitwerkt, als je dat heelt, dan heb je niet alleen een deel van je eigen ziel weer geheeld, waardoor die uitshock, uitruimen kan en weer gezellig naar huis kan. Je hebt ook nog eens een keer jezelf geholpen, want je haalt de onbewuste oorzaak van jouw eigen obstakels en angsten en belemmeringen, die haal je dus weg, waardoor jij makkelijker je eigen persoonlijkheid in dit leven kan manifesteren en groeien. Nou, win-win. Plus, er is nog een bonus, als jij een vorig leven heelt wat bepaalde kwaliteiten heeft die ook in jouw zielenplan van dit leven passen, waarvan jij eigenlijk als ziel al besloten had van ja, ik wil daar meer in doen, in groeien, ik noem maar wat, het kan een talent zijn als
eldervoelendheid of een bepaalde muzikaliteit, creativiteit. Het kan ook iets heel anders zijn. Als jij dat talent in dit leven verder wilde uitbouwen, nou, dan heeft het hele van dat vorige leven daar ook weer een centje aan bijgedragen. Dus win, win, win. En geen spirituele bypass, maar juist spirituele groei. Ik hoop dat dit een en ander duidelijk heeft gemaakt. En ik wens je nog een hele mooie en ik hoop zonnige dag. Oké, dat was het. Doei.